De Hogeveense wijk Tuindorp Zuid is jarig. Het hele weekend worden er activiteiten georganiseerd in het buurthuis. Maar wat is Tuindorp nu eigenlijk voor een wijk? Ja, gewoon hartstikke gezellig. Het is weer een echte volksbuurt. Iedereen, ons kent ons en het is gewoon weer gezellig hier. Eén grote familie? Ja, één grote familie. Ja, dus. Maar gisteren was ook wel gezellig. Ja, dat is weer gezellig. Ja. Dat was echt leuk, ja. Is het nou een beetje gebruikelijk hier in de wijk? Dat je een praatje met elkaar maakt? Ja, als we elkaar gewoon zien staan, dan blijven we even stilstaan en maken we even een praatje. Ja, hoe bevalt het hier in Tuindorp? Ja, best. Ja? Gezellig. Met de buren als het langskomt, nou even zitten. Koffie drinken. Nou, een praatje maken. En hoe omschrijf je de buurt? Wat moet je ervan zeggen? Wel rustig op een duur. Mijn rol als beheerder is in verhouding de beheer van de speeltuin, onderhoud. En gewoon de jeugd zo gemakkelijk mogelijk te houden hier in de speeltuin. En zoveel mogelijk jeugd binnen te gaan. Ja. En waarom is die rol nou echt wel voor jou? Waarom doe je dat? Dus hebben we in principe een beschikking bevonden in verband met dat ik er geschikt voor was. En ik heb, op dat moment heb ik ook strenge regels. Regels zijn de regels, niet om te overtreden. Nee, wat zijn die regels? Geen ondeugd eraan, geen grotere hangen. De jeugd die laten rondzwerven in de speeltuin. Zoals vuurtjes stoken, drank, drugs. Ja, Jan, is het ook een taak van de beheerder? Ik hoor niks. Is het ook een taak van de beheerder? Dit is ook een taak van de beheerder. Meedoen met de jeugd. Een beetje rondspelen. Hij zegt, we kunnen zien dat hij is gespoten. Wat is er nou aan de hand met de buurvrouw? Oh, die heeft een probleempje met de auto. Dan gaan we een probleempje oplossen. Dan doen we er ook nog bij. Ja, je staat wel voor je buurvrouw klaar? Ja, altijd. We gaan nu naar binnen. En we gaan ons voorbereiden voor het grote feest. Eerst vanmiddag een receptie voor alle vrijwilligers, of voor alle mensen die binnenkomen. En vanavond hebben we dus een besloten feest voor al onze vrijwilligers. Kijk, de buurt is echt jarig. Ja, de buurt is jarig. 70 jaar.